Wat is er niet mooier als mensen uit een gevaarlijke situatie halen en dan met de bemanning aan land komen. En dan vooral hier op het eiland, waar het eiland nog toch wel met de reddingswezen aardig verkort is, dat daar 100 man staan en applaudisseren wanneer je binnenkomt naar een moeilijke tocht. Nou, daar krijg je de koude rillingen van en eigenlijk doe je daarvoor. Dan zeg ik, nou, dat is mijn medaille, dat je veilig binnenkomt met je bemanning en je geredden. Ik bedoel, dat iets kan niemand je meer afnemen. Ane Ruig. Een kleine, onopvallende inwoner van Midsland, Terschelling. Niets doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een mensenredder. Nee, niet zomaar een mensenredder, nee, de meest gedecoreerde van de laatste decennia. Hij zag vaak de dood in de ogen, verloor mensen aan zee. Onbekenden, mensen van zijn geliefde Terschelling, collega's. En dat slaat diepe wonden. Ook hoor, ook bij Ane. Zo'n stoere zeebonk. Het is eigenlijk letterlijk en figuurlijk de keerzijde van al die decoraties, van al die medailles. En de trieste kant is dat je daar lijk moet halen of mensen uit het water moet vissen die overleden zijn. Kijk, die verdring je, die druk je weg. En daar, dat moet je ook, want als je daar elke morgen mee opstapt, dan heb je geen leven meer. En dan, ik geloof dat je dan, ik lust laag een borreltje, maar dat je dan naar de fles toe grijpt of andere dingen gaat doen. En daar moet je wel eens tegen vechten. En een boothuis kan ik me goed houden. Dan neem ik een borreltje, een bakje koffie. Maar dan begint je lichaam, de spanning begint te trillen. En dan wordt het tijd dat je naar huis gaat. Want dan weet je, dan komt er even een uitbarsting thuis. Ja, dan moet je even janken. En dat is de spanning die je dan na al die uren opgebouwd hebt. Die moet er gewoon weer uit. Ane heeft ze zien komen. Ane heeft ze zien gaan. Jongens, mannen die bereid waren om vrijwillig met hem naar zee te gaan. Eén van hen was een naamgenoot, Jan Ruig. Jan Ruig was met zijn bemanning onderweg naar een schip in nood toen zijn strandreddingboot de Nicolas Marius omsloeg. Jan Ruig verdween onder zijn schip. Hij betaalde de allerhoogste prijs die er bestaat voor het vrijwilligerswerk. Toch was er één man die toch nog probeerde om zwemmend Jan Ruig onder dat schip vandaan te krijgen. De dan nog jonge Ane Ruig. Toen ben ik dus te water gegaan. Met hetzelfde rode petje op. En mijn vader stond op het strand en die riep nog, jongen, niet doen, niet doen, want daar kom je eronder. Maar ja, de wilde was sterker, dus ik moest er nodig heen, want ik wist, ja, Jan die zit daar nog onder. En dan ben ik inderdaad onder die boot gestoken. En ik had Jan bij zijn vastjes, dat weet ik pertinent zeker. Maar toen kwam ik eigenlijk een beetje knel te zitten tussen de Marius en het zand onder. Doordat hij in de galmen lag te rollen. En toen kreeg ik het spaar van auto. En je moet er wel reëel wezen, je eigen leven gaat door. Hoe erg het ook maar is. En je werk gaat ook door. Maar je kunt niet zeggen als er ergens een schip in nood is van ja jongens, vandaag even niet, ik kom morgen wel. Want dat kan niet. Dus daar knok je jezelf erheen. Van alle reddingen die Ane daarna mocht verrichten, is er misschien wel één de meest ontzagwekkende. De tocht naar de Alfried Kroep. Wat te denken van de omstandigheden. Zware windkracht. Pieken 12, orkaankracht. Golven tot 16 meter hoog. Van de reddingboot van Lauwersoog sloeg een man overboord. Die werd pas uren later, godzijdank wel levend, uit zee opgevist. De reddingboot van Ameland had zware schade en keerde terug naar zijn eiland. De Duitse reddingboot de Alfried Kroep sloeg over de kop, verloor twee bemanningsleden. Na al deze rampspoed werden de mannen van Terschelling gevraagd om alsnog naar zee te gaan om hulp te gaan bieden. Ik zei, nou jongens, zeg het maar, wat doen we? Want we zitten in hetzelfde schuitje. Toen zijn ze allemaal in die Ane, we gaan door. Nou, dat geeft je zoveel voldoening dat die mensen, de jongens, dus vertrouwen in je hebben. Dat je zegt, oké, je gaat ervoor. De adrenaline die stijgt weer, dat je oren uit als waren. En je gaat en de ene breken naar de andere breken, krijg je over je pet heen. En dan zie je echt te vloeken en te schelden. Hardop, allemaal, stuk voor stuk. Toen wij 38 tot 40 mijl voeren, zat er wel een grote, een van de 15, 16 meter hoog, achter ons achterwerk. En dat de machinist zei, daar komt-ie. Ik dacht, ja, maar die gaat niet harder, die gaat niet harder. En dat ik de gashendels waren helemaal krombogen om maar de laatste klappen eruit te kunnen krijgen. Nou, zo zijn we er gelukkig gekomen. En wel eens momenten gehad dat we dachten van nou, het is gebeurd. We zien de moeder en kinderen niet meer terug. Ook wij hadden een pijp aan maat te kunnen geven. Zeiden we, jongens, hier, dit zijn onze grenzen. We gaan naar huis. Maar daar waren die mensen niet mee bemoeid. Nee, die jongens zeiden, ja, we gaan door.
En we zijn misschien door het oog van de naald gekropen. We hebben de dood in ogen gezien. Maar we hebben het wel geflikt. Die nacht dat twee Duitse collega's van Ane op zee zijn gebleven, is hem nooit in de koude kleren gaan zitten. Nieuwjaarsdag 1995 zal hij dan ook altijd als een zware last met zich meedragen. Oud en nieuw zal ik er niks minder dan vieren. Maar je staat er wel even stil. Maar gelukkig zijn er ook mooie verhalen. Verhalen die Ane graag vertelt als compensatie voor alle ellende die hij heeft meegemaakt. Maar ook bij deze succesverhalen gaan Ane en zijn mannen vaak door het oog van de naald. We schrijven 1999. Als ze worden opgeroepen voor een schip in de gronden. Maar ja, er staat zo'n zware storm dat varen in de gronden bijna onmogelijk is. En toch twijfelt Ane geen moment. Dus we hebben gezegd, nou, oké, we doen het, maar wel vast met de lijflijn. En dan kwamen we gelijk langs zij, maar ze waren zo beduust dat we bij hen waren, dat ze hadden niet het benul om over hen te komen. Ze zaten alle twee achter in een kuip. En ja, ik moest daar weer weg, want de volgende breker kwam er weer aan. En de jongens op het voorschip hebben ze toegeschreven dat ze hun eigen los moesten maken, want ook zaten nog vast met de lijflijn. En dat we ze van boord afhaalden. Nou, de tweede run kwamen we weer langs zij. En toen hebben de jongens eigenlijk op het zeekje hebben ze alle twee uit de kuip gepakt. En toen bleek dat één die zat nog helemaal vast. En gelukkig zagen ze op het laatste moment en hebben ze alle zijn kleren van zijn lichaam afgetrokken. En dan ploft hij in het voordek. En toen was hij last gelukkig. Maar ja, toen zouden we wegvaren. En er kwam een gigantische zware breker aan. Dat die breker die valt voor in de kuip. En het water was weg. En ik kijk. En alle vijf opvarenden, zowel de drie opstappers van mij als de twee opvarenden van het jacht, waren weg. Gelukkig blijkt alles mee te vallen. Als door een wonder verspelen ze niemand. Alle mannen zijn er nog. Alle hens is aan dek. Terug op Terschelling. Ja. Dan pas dringt de impact van deze actie tot ze door. En we meren af en toen zag je eigenlijk twee mensen met de handen in elkaar, huilende als twee kleine kinderen. Toen beseften ze eigenlijk pas dat ze gered waren. En dan konden we mededelen dat het jacht totaal op het strand van Friesland lag. Die Duitse zeezeilers die slaat een schrik om het hart als ze zich realiseren wat hen die nacht is overkomen. Als de jongens van Terschelling niet tot het naadje waren gegaan, waren ze verzopen in die woedende, in die kolkende zee. En de redders dan? En Ane? Is hij nou nooit bang? Echt bang? Nee, ik weet niet als het bang is. Natuurlijk knijp ik me wel eens, dat ik wel eens zeg, jongen, dat ging me net goed. En dan moet je niet bij stilgestaan, want dan word je bang. Eén keer ben ik ooit eens keer stuurboot over de kop gegaan met de reddingboot. Bij de Linda Buk was dat. En één keer rechtstandig achterover. Op het moment dat je daar een gigantische monstergolf aan ziet komen, voel je dat het al fout gaat. Dat het misgaat, dat je daar niet tegenop kan boksen. Nou, we stonden recht overeind. Het was een klap en we lagen over de kop. En het was even schudden met die boot. En doordat hij zelf richtend is, kwam hij van recht. Alleen de motoren waren uitgevallen. Je start ze en je vaart weer door. En pas dan, wanneer je boven de branding bent en dat je de rommel opgeruimd hebt, dan begin je te realiseren van nou, wat is er nu allemaal gebeurd? En als je daarbij stil blijft staan, dan word je echt bang. Ergens daar zit toch een engeltje boven je hoofd die je misschien nog helpt. En daar ben ik wel van overtuigd. Ik heb geen geloof, maar daar geloof ik wel in. Dus er is iets die mij helpt. Niet alleen mij, maar de hele bemanning. Anders had Ane er niet meer kunnen... Anders had Ane er waarschijnlijk niet meer geweest. Al pratend verschijnt er bij Ane plotseling een brede grijns op zijn gezicht. Zijn ogen gaan glimmen als hij vertelt over een van de meest bizarre gebeurtenissen aan boord van zijn schip. En ik heb het hier niet over zware zeeën of over windkracht 12, maar over een gebeurtenis die hem en zijn bemanning behoorlijk in verlegenheid bracht. Vorig jaar hebben we daar een zwangere vrouw gehad en die is aan boord bevallen. Nou, en als je zegt van spanning, dan maak ik dat als vader nog bij een ander mee hoor, dat het zeer spannend is. Om daar ja, een kind op de wereld te zien komen op je reddingboot. Mooier is het toch niet? Vierde Benadaris hebben we champagne en beschuit met muisjes weten te regelen. En toen we aankwamen, stond daar de plaatselijke bakker klaar om iedereen te trakteren met beschuit met muisjes. Nou, dat is hartstikke leuk. Ook dat hoort erbij. Memorabele reddingsacties. Dieptrieste ongevallen. Eervolle onderscheidingen. Maar ook verdriet.
Als Ane over niet al te lange tijd met pensioen gaat, kan hij terugkijken op 29 welbesteede jaren. Besteed aan ervarende medemens. Getrouwd, ja. Kinderen, ja. Maar eigenlijk leeft hij altijd met zijn pieper, met zijn telefoon. Want altijd is er die dreiging. De kans op alarm. 24 uur, 7 dagen per week. Als ik straks met pensioen ga, dan hoop ik dat ik van de jongens nog regelmatig in het boothuis mag komen. Om het langzaam af te bouwen. Afscheid nemen na 29 jaar. Ja, nee, nu is de zee rustig. Maar voor Ane waren het 29 jaren vol risico's en ook hele emotionele momenten. Kijk, beroemd zal hij er niet meer worden. Maar dat wil hij ook niet. Hij ambieert een rustig leven op zijn eiland, zijn Terschelling. Rijk zal hij er ook niet mee worden. Maar ook dat wil hij niet. Het zou ook niet in verhouding staan tot al die mannen waarmee hij naar zee ging. Voor 1,25 euro per uur. Waar Ane recht op heeft, dat is waardering. Waardering van de reddingmaatschappij. Van al die mensen die hij gered heeft. En misschien van onze koningin? Namens het hele Nederlandse volk? Ja. Ja. Maar zou die gaan? Zou Ane gaan als hij een uitnodiging krijgt van onze koningin? Als de vrouw meegaat, dan wil ik naar de koningin, anders niet.